Goedemorgen. Dag, vrijdag. Vierde klusje van de week. Dat is geen veef, hè? Dit is een oprit. Want we hebben hier heel veel grondwater. Dus we gaan hier voorbereidend aan elkaar lassen. En dan doen we dat de plekken erin leggen. Zal je dat laten zien? Dat is water. Dus, wie hebt weer wat moois? Wie hebt ons weer wat moois op de hals gehaald? Dus dit vraagt om creativiteit. Dus wat gaan we nou doen? We gaan een keer heel wat anders doen. We gaan dit maken. En dan de kopse kanten ook alvast buiten erop lassen. Zodat we alleen hier. Want dit is echt water en blubber. Blijf maar water komen. En daar kan ik natuurlijk niet op lassen. Spannend, spannend, spannend. Daar ligt daar achter mij, daar ligt de folie. Daar zetten we banen aan elkaar. We dus straks hier blijven we uit de kant. Dit is dan zeg maar de wand. En hier begint dan zeg maar de bodem. Dan lassen we dit stuk er al wel vast aan. En dan laten we dat flapje nog los. Dan ligt de, wat in het water ligt, is gelast op de hoek na. Een wand, jongens. Dat is de breedte onderaf. Dit is de hoogte. En die komt hierbij aan. En dit stuk waar die witte stipjes zijn, wordt die opgelast. Dit moeten we dan zo aan elkaar maken. Oh, een beetje beginnen met vilthangen. Je ziet jongens, water blijft maar komen. Dat is niet een doffe ellende. En dat krijg je met die sandwichpaneel vevertjes. Die staan helemaal krom. Daar is de muur 228 en hiervoor is die 224. Hij staat helemaal rond. Ja, goed. Er zat een 3D-zak in. Zo lekker zijn mandje. En nu mogen wij dit in orde maken. En dat op vrijdagmorgen. Zo. Dat zit erin. Een en al blubben. Wat een ellende. Maar goed. Vanaf nu van wordt het beter. Moet altijd met een bult gescheld. En dan komt het wel. Strijd tegen de elementen, dat is het. Deze kant zit erin. Helemaal tot op de bodem al. Er staat al water onder. Dus drain erin maken en dan die kant op. Zo. Klaar was. Voor nu. Water. Dat wordt lucht. Dat moet ik nog even doen. Skimmertje. Nou, kan er water in. Kan die wand terugkomen. Er een waterdruk en de stempels erin. Dan doen we er 50 centimeter water in. Maken we even, hier moeten nog spotjes. Ik doe er dan later even netjes inzetten. Drie spotjes op de wand. Weer mooi. Project 3 van deze week, jongens. Eentje met grondwater. Helemaal weer klaar. Het is klaar. Het is 3:30. Het zit erin. De stempeltjes staan erin, het water staat aan en wij gaan terug naar de zaak. Dat was een weekje alleen maar folie lassen. Kijk. Koizo. Een uurtje later, hè? Nu kijk, ik stond hier net. Zag het heel anders uit, hè? Kijk wat we ervan hebben gemaakt. 3D-zak gemaakt op de kant. Zie dat water?